Zonder haters kunnen we ons niet voldoende voorplanten. We hebben ze nodig. En ja, heel eerlijk, wij vallen wel meer op echte mannen. Heteromannen, ja. Heteromannen, dat is veel beter dan een halfzacht unicorn glitternicht. Ja, aankomend weekend is natuurlijk de Pride in Amsterdam. En daarom dat deze mensen hier achter mij een hetero-parade hebben georganiseerd. Als statement tegen de normale Pride. En het is hier super druk. Dus als u mij minder goed kan verstaan, dan alvast excuses. Ja, Lennart, Erik, jullie zijn de voorzitter en de vicevoorzitter van Stichting De Roze Leeuw. Stichting De Roze Leeuw, even in het heel kort, wat is dat ook alweer? Ja, wij zijn een organisatie voor gewoon hele normale huis- en keukennichten eigenlijk. Het gaat ook niet om het homo zijn. We zijn in eerste instantie mens. Dat we homo zijn is maar een heel klein onderdeel ervan. En de laatste tijd ligt daar zoveel nadruk op dat wij denken dat de acceptatie er achteruit gaat. En daarom zijn we hier om het een halt toe te roepen. Hetero zijn is oké. Directe democratie. Door middel van een bindend volksreferendum. Stop de woke-cultuur. Die begrijp ik niet. Nee, dat er staat eigenlijk heel veel in het kort, hè? Nou, dat wij hetero strook mogen zijn. En we hebben nu... Dat zegt iedereen toch ook? Daar hoor je weinig over. Wat je meer hoort is alles over die woke-cultuur. Hey, jij bent Maurice, toch? Jij bent ja. De organisator van deze demonstratie? Ja, geen organisatie, want ik had ineens een ingeving om iets te roepen van waar is de hetero-parade? Want het gaat alleen maar over dat... Over die caper aan, over dat woke gebeuren. En dat vond ik een beetje ver uit de hand lopen. Wat stoort jou dan aan het wokeisme en de normale Pride? Stoort mij gewoon vooral dat kleine kinderen worden gehersenspoeld op school. Of ze een meisje of een jongen zijn. Dan moeten ze met rust laten. Maar is dat waar de Pride voor staat dan? Dat is het allereerste waar ik aan denk. Dag mevrouw, u staat hier in een ludieke outfit. Met een paraplu die we nog kennen van de coronademonstraties. Ja. Liefde, vrijheid, geen dictatuur. Ja. Staat in mijn geheugen gegrift. Waarom staat u hier? Ik ben van de Vrijbootspartij. En wij willen dat er een verbod komt op het verminken van geesteszieke mensen. Jongetjes die denken dat ze meisjes zijn en meisjes die denken dat ze jongetjes zijn. En geesteszieke is dan een iets wat harde term. Maar ik zeg altijd van kijk gewoon even in je broek en dan weet je wat je bent. Ik speelde vroeger met Barbies, omdat ik het geil vond. Weet je, dus ging waar van acte? Daar ging ik fantaseren over. Als ik nou groot ben, dan wil ik ook een Barbie. En die zijn inmiddels ook. Met allemaal botox enzovoort. Ieder kindje loopt wel eens op de hakken van daar mama. Ja. Weet je, maar laat het erbij en kom niet met een heel staatsmedia propaganda agenda om het maar normaal te maken. Want echt normaal is het niet. Er zijn ook mensen die willen op een reptiel lijken en die laten hun tong splitsen en neusgaten, de neus verwijderen en de oorschelpen. En dat is ook gestoord. Ja. Oké, helder. Een heteropruit klinkt eigenlijk heel erg belachelijk, maar net zo belachelijk is om te vieren dat je homo bent. En het moet wel kunnen, maar er is een beetje een overdaad aan nu. Ja. En wij houden ook gewoon van hetero's. Ik bedoel, we hebben ze nodig, hè. Zonder haters kunnen we ons niet voldoende voortplanten. We hebben ze nodig. En ja, heel eerlijk, wij vallen wel meer op echte mannen. Heteromannen, ja. Heteromannen, dat is veel beter dan een halfzacht unicorn glitternicht. Ja. Kijk, vroeger was het gewoon een heel leuk feestje. Hè? Iedereen kon zichzelf zijn, dat soort zaken. Maar het is heel erg politiek geworden. Heel erg links. En als je een beetje uit de pas loopt en andere meningen hebt, zoals wij doen, dan ben je gewoon niet welkom. Wij zijn gewoon geweigerd van de Pride. Wij zijn er ook niet veilig. En dat is wel bizar eigenlijk, gewoon omdat we een andere mening hebben. Maar hoezo zijn jullie dan niet veilig op de Pride? Nou ja, vorig jaar wilden wij meelopen met de Pride Walk in Amsterdam. En er ontstond online een heel erg grimmig sfeertje. Bedreigingen. Ons huisadres ging rond in communistische groepen. De politie, die konden onze veiligheid helaas niet waarborgen. We hebben toen besloten niet mee te lopen. We hebben gewoon geen zin in dat soort gedoe en we hebben ook geen zin in dat soort mensen. Maar het is wel heel erg triest. Wij kunnen u dus niet aankomend weekend verwachten op de Pride in Amsterdam? Nee, ik denk niet dat ik ga. Dat niet? Ik heb heel veel te doen, dus ik ben druk. Okay. Wil jij dat wij blijven roeren waar het stinkt? Abonneer je dan hier op ons kanaal. En klik op het belletje om niks te missen. Dus hier, hè? Abonneren! Koekoek!